Steven van der Heijden, goedenavond. Hoe hebt u naar die persconferentie zitten kijken eigenlijk? Nou, het was een beetje moeizaam, want we hadden vanavond een personeelsfeest. Oh, en ik heb hem even op de telefoon tussen alle mensen zitten bekijken. Maar ik werd eigenlijk een beetje boos. Ik vond dat de schuld eigenlijk niet gezocht werd daar waar die ligt, namelijk bij Schiphol. En dat die heel erg werd neergelegd bij te veel ziekteverzuim en de beveiligingsbedrijven die niet leveren. En dat wij de vluchten dan maar half leeg moesten laten. En andere luchthavens in Europa. En andere luchthavens, precies, hadden er ook last van. Dus het werd eigenlijk een beetje weggeschoven. En daar, we hebben afgelopen weken zeer constructief overleg gehad met Schiphol. Maar ik vond dit wel het verstoppen van het probleem. Kunt u garanderen dat iedereen die bij u heeft geboekt komende zomer op vakantie kan? Op vakantie kan, dat lukt wel. Maar de vraag is of ze op vakantie kunnen datgene wat ze geboekt hebben. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik denk, wij hebben wel zodanige maatregelen genomen dat ik denk dat dat voor meer dan 95% van de mensen die bij ons geboekt hebben geldt. Maar niet voor iedereen. Nee, dus. Ik kan net zo min als Dick Benschop kan garanderen dat iedereen van Schiphol kan vertrekken. Kan ik garanderen dat iedereen op de geboekte tijd en plaats op vakantie kan. Maar ik denk dat het probleem in het algemeen veel groter is dan bij ons. Hoeveel uitval verwacht u eigenlijk? Nou, wij hadden in eerste instantie begrepen van Schiphol dat het om 15 à 20% zou gaan. Daar hebben we ons ook op ingesteld. Wij hebben voor de zekerheid zo'n 25% van de capaciteit van Schiphol weggehaald. Maar we kregen vanmiddag, eigenlijk ook begin van de avond, kregen we de cijfers. En nu blijkt dat wij zo ongeveer 1/3 van het totaal aantal mensen dat bij ons van Schiphol zou vertrekken, niet van Schiphol kunnen laten vertrekken in de maand juli. Dus dat was nog weer een extra klap. Ja, betekent dat 1/3 bij jullie ook 1/3 bij de anderen? Dat is wel het geval. Het is een vrij ingewikkelde rekensom. Als je meer transferpassagiers doet, maar dat geldt eigenlijk alleen maar voor de KLM, dan zal het minder zijn. Want het gaat specifiek over mensen die in Nederland vertrekken en door de veiligheidscontrole moeten. Ja. Maar voor andere vakantiemaatschappijen waarbij mensen vanuit Nederland vertrekken, zoals een Transavia of TUI bijvoorbeeld, daar zal het absoluut ook voor gelden. Juist.